Mijn naam is Thomas Merenboer. Ik ben de kinderburgemeester van gemeente Bergen. We staan vandaag bij Museum Kranenburg en de musicalgroep Minder Stellen. Die is er aan het repeteren en we gaan een kijk nemen, dus kom maar mee. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed. Wat vind jij eigenlijk nou zo leuk aan de musical? Nou ja, ik vind het heel erg leuk, want je bent met iedereen en je doet heel veel verschillende musicals. Dus niet alleen maar hetzelfde. En je zingt, je danst, je acteert. Dus alles eigenlijk. Nou, ik vind het eigenlijk gewoon superleuk, omdat je bent creatief bezig. Terwijl je ook gewoon lekker beweging hebt en gewoon lekker aan het acteren, zingen, dansen. En dat vind ik eigenlijk gewoon superleuk. En hoe lang zit je op musical? Nu 2 jaar volgens mij. 4 jaar. Ik zit nu 3 jaar of zo op musical, dus al best wel lang. Wat vond jij de leukste show die je gaf? Ik denk Annie toch wel. Ik denk vorig jaar Aladdin. Aladdin. Waarom was Aladdin eigenlijk zo belangrijk? Aladdin die was precies in eind september, dat was precies het weekend, voordat op maandag de nieuwe maatregelen kwamen in verband met corona. En de kinderen konden nog precies in het theater vrij zijn, spelen. En het mooie van deze keer was dat we een livestream hadden via Cordekker. En die livestream betekende dat we die dus ook de voorstelling niet alleen aan het publiek, wat maar veel beperkter is dan normaal. Normaal spelen ze voor bijna 450 mensen en nu kon het maar voor 3 keer 70. We hadden 3 voorstellingen gemaakt. Maar die livestream die zorgde ervoor dat we het ook konden laten zien aan kinderen op de kinderafdelingen, in de ziekenhuizen, in het kader van de Stichting voor Theater voor Zieke Kinderen, wat we ook hebben met de Mille Stellen. En dat betekent dat je toch in deze moeilijke tijd veel mensen blij kan maken met deze blije, stralende Mille Stellen kinderen. Jullie zijn natuurlijk nu een musicalgroep, maar hoe klinken jullie eigenlijk? Nou, je moet niet naar mij luisteren als ik zing. Maar daarvoor heb ik deze prachtige 10 kinderen meegenomen. Die gaan een fantastisch lied zingen. Dat heet Heal the World van Michael Jackson. Ik denk dat iedereen het bijna wel kent. En zeker in deze moeilijke tijd waarin het belangrijk is om toch lief voor elkaar te zijn, hebben zij dus deze dagen nog geoefend, heel hard op dit nummer. En zij gaan het voor jullie zingen. Dus dat is veel succes. Hartstikke leuk. Stel je eens voor dat in de wereld geen corona, geen oorlog en geen ruzies, maar liefde. Dat we weer kunnen knuffelen en niet meer buiten sluiten. Het draait alleen maar om liefde. There's a place in your heart.
Dat klonk supermooi. Heel erg bedankt.